Nou, Feike, gefeliciteerd met het winnen van de Jos Starterstrofee. Hoe kwam je erbij om kinderpraktijk Dolfijn op te richten? Ik heb al heel lang affiniteit met kinderen. Ik vind kinderen bijzonder leuk en ik raak altijd enthousiast als ik een stukje van hun leven met hen mee mag lopen. Ik heb een jarenlange ervaring in het speciaal onderwijs gehad en ook nog als ambulant begeleider waar ik voortgezet onderwijs en basisscholen coach. En ik wilde meer mijn eigen kijk op de hulpverlening vormgeven en wel meer vanuit de creatieve invalshoek. Dus meer werken met schilderen en tekenen. Kinderen die vinden het nooit leuk om hele lange gesprekken te volgen, die willen graag iets doen. Nou Feike, dit is het Dolfijnen Kunstwerk. Hoe is deze tot stand gekomen? Het Dolfijnen Kunstwerk is een initiatief van de wijk. En in samenwerking met een aantal buurtbewoners, maar ook met een aantal lokale bedrijven en de gemeente van Loon op Zand is dit mooie kunstwerk tot stand gekomen. En mevrouw Ardi Ros is een van de deelnemsters. Zij heeft letterlijk haar steentje bijgedragen. Inderdaad, het allerlaatste steentje. Min of meer de ronding en inderdaad de laatste steentjes. Dat was heel leuk om te doen. Vond ik heel fijn dat ze me er ook voor vroegen. Ik werk met kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 23 jaar. En dan kun je denken aan kinderen met weinig zelfvertrouwen, die meer falangstraining nodig hebben. Kinderen die weerbaarder mogen worden. Maar ook kinderen die gevoelig zijn en die zichzelf wat meer mogen uiten. Dus ik werk met diverse problematieken. En wat doet Dolfijn precies voor de kinderen? Ja, ik coach kinderen middels schilderen en tekenen. En creativiteit, dat vergroot het zelfvertrouwen en vermindert angsten. Je kun je voorstellen, als je creatief bezig bent, dan maak je al een positieve ervaring. En ik maak ook de vertaalslag met wat kinderen maken. En daarbij coach ik ze naar de doelen die van tevoren opgesteld zijn. Zowel op scholen als in de praktijk. Het is van een meisje en die vond het heel erg fijn om het gevoel te hebben dat ze meer vrienden heeft. En voor haar had ze een oerwoud gemaakt met een aantal vrienden. Hoe ze het vertaalde naar mij toe was: ja, je bent nooit alleen, je hebt altijd vrienden. Je komt altijd vrienden tegen. En dat gaf haar ook heel veel positiviteit, maar ook vertrouwen. Waar ik heel erg trots op ben, is dit schilderij bijvoorbeeld. Het heeft een meisje gemaakt die meer in haar kracht wilde staan. Zij had als symbool de olifant bedacht. En ook om zichzelf te laten zien aan de wereld. En ik heb deze even geleend, maar ze heeft hem een mooi plaatje thuis gegeven. En was je verrast te horen dat je genomineerd was voor de Starterstrofee? Ja, absoluut. Ik vind het een enorme erkenning voor mijn manier van werken. En ik vind het nog belangrijker dat er meer bekendheid gegeven wordt aan de kracht van beeldtaal en creativiteit in het onderwijs en bij ouders. Want het is heel erg belangrijk ook om een andere manier van leren te benaderen. En dat kan vanuit creativiteit en ontspanning. Ik zou heel graag mijn kinderpraktijk uitgebreid hebben, waardoor ik werk met praktijkondersteuners. En daarnaast wil ik heel graag mijn boek uitschrijven, want ik heb een theorie, ben ik bezig te verwerken in een boek voor het onderwijs. En het zou heel erg mooi zijn als die theorie geïmplementeerd zou worden in het onderwijs.